kom in deze nieuwe video van Bolstar. Je kunt goed zien, achter mij staat het paasversiering er al. Dat het natuurlijk binnenkort Pasen is. En dan vind ik dat wel leuk om een paasversiering te zetten. Wij hebben nu een afspraak om naartoe te gaan. Naar een spiegoloog eigenlijk. Er is helemaal geen taboe voor om naar een spiegoloog te gaan. Ik voel me totaal niet zo depressief meer eigenlijk. Ik vind het wel cool om te zeggen dat we naar een spiegoloog gaan eigenlijk. Ik ga even mijn trui aandoen. Ik ga even iets hier zetten. Ik heb dezelfde kleren aan als gisteren. Maar dat maakt op zich denk ik ook wel niet echt uit ofzo. Dus dit is de trui die ik zal aandoen. Ik heb nu niet echt een andere trui in de buurt liggen. Dus doen we op aan. Zo. Ons gietentrui noem ik die altijd. Gieten is dan altijd een klein beetje bij mij. Zo. Het is al warm zijn. Zo. Voilà. Past ik al een beetje erbij. Dan gaan we onze jas aandoen. Zo. Bijna 9k volgers op TikTok. Voor mensen die groter YouTube hebben al, zullen zeggen 9k is niet heel veel, maar voor iemand zoals mij is dat eigenlijk wel heel veel. Ik wou dat ik er zoveel had eigenlijk op deze eigenlijk, om eerlijk te zijn, want hier heb je dat dus nog niet. En dat zou ook wel een grote droom zijn om dat hier te halen. Eigenlijk zoveel likes. Het zou wel geweldig zijn. We gaan ook even kijken wat er allemaal in zit van geld. Dus het zou wel geweldig zijn, moest ik dat hier halen. Maar ja, we zijn hier realistisch en de kans dat ik dat hier haal is klein. Dus ik had hier nog ergens 20 euro liggen. Maar ik weet niet waar. Dus ja, dat gebeurt al eens een keer. Zo dit erin. We moeten dringend vertrekken. Ze zijn nu helemaal binnen. Ik heb dit nog nooit gezien, dat gebouw. Ik was aan het zoeken. Dat is het aan de andere kant van het park, maar het is dus hier echt een heel groot gebouw eigenlijk. Dus dat was speciaal, maar ik heb dat gevonden. En ik ben niet te laat. Zo, we zijn in de Aldi. We gaan kopen wat we altijd kopen eigenlijk. Dus lasagne en zo'n ding allemaal. Dan gaan wij kopen en voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Dus like pizza en zo'n dingen gaan we hier ook kopen. Dus dat is eigenlijk een beetje. We komen hier niet heel vaak, dus mensen die gaan hier zien. Ik denk van de pizza. Sorry, ik liet jullie echt vallen. Lasagne. Lasagne. Dus dat ga ik allemaal kopen. Ah, jongen, hoe het is. Dat is niet zo. Eerst voor de eerste keer live, kijk. Hier zitten. Voor een schermpje. Grappig. Wat is dat voor motorige ding? Dat kun je toch niet schroeven. Dat toch niet. Dus ik had een opdracht gekregen om Mega Mini te zijn. Dus we gaan dat doen. Mega Mindy proberen te schwingen. Dat is niet gemakkelijk, omdat Mega Mindy is nogal roos en ik weet niet of ik roos heb om te doen. Dus ga ik eens proberen of ik het toch niet kan doen. Dus om toch Mega Mindy te zijn, zo van mega hoog, mega laag, mega snel en mega traag. Dus we gaan het proberen. Ik doe zoveel als de 100 figuren en dan vraag ik aan de mensen wat dat ze willen. En Panda heeft gezegd van ik zou graag willen dat je Mega Mindy bent. Dus gaan we dat eens proberen. Het is niet gemakkelijk om Mega Mindy, want Mega Mindy is wel roosachtig. Eigenlijk. Om dat te doen eigenlijk. Mega Mindy.
om daar echt roos van te maken. Je ziet het wel een klein beetje. Zo. Mihamindi. We moeten daarin nog een elp zetten van Mihamindi. Dus en dat doen we denk ik met geel. Ik weet niet wat dat gaat zien. Maar dat zie je niet. Dus dan hebben we eentje nog. Dus kijken. Wat is dat doen op het internet? Zo. En dan de M van Mihamindi. Maar die niet opvalt met geel. Valt niet op met geel. Kwestie van op te nemen, Mihamindi. Ik weet het is niet zo 100%. Maar ja, dat is niet gemakkelijk, hè, Mihamindi. Nou, doen er is maar één echte Mihamindi, hè. Dus dat is daarom, hè. Het is niet gemakkelijk. Dus, voilà. Om dat te doen. Zo, dat ga je dan nu opnemen. En dan zie je straks het. We hebben jullie ook zoveel last daarvan. Van die alcohol gel die je moet gebruiken voor je handen te ontsmetten. Ik heb er altijd wondjes van en dat is echt niet tof. Misschien hebben jullie wel raad daarin wat ik daaraan kan doen zodat dat minder pijn doet. Want het is echt niet leuk dat je ze elke keer als je het doet wondjes hebt en zo. Dus dat is echt niet plezant. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo tof als dat is. Dus dat is echt niet echt heel leuk. We gaan onze pizza in de oven steken, zodat we kunnen eten. Zo, voilà. Jullie willen vast al zeker wel weten hoe het nu was. Bij de spiegeloog. Dus wat ik dacht even allemaal vertellen aan jullie. Ik stil neer. Met de spiegeloog was het eigenlijk wel een superleuk gesprek. We hebben gepraat eigenlijk meer over het verlies van mijn mama en mijn beste vriendin. Eigenlijk om het ook wel een beetje te verwerken. Want dat is nu natuurlijk ook nog altijd wel heel moeilijk. Dat zien we niet heel vaak in de vlogs. Maar het is wel altijd heel moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat daar toch constant mee geconfronteerd wordt, eigenlijk ook op TikTok, omdat nu momenteel ga ik er een filmpje over maken binnenkort trouwens, over superfans eigenlijk, dat veel mensen ons daar nu nog altijd van herkennen en ja, dat maakt het soms ook wel moeilijk om het eigenlijk wat te verwerken, maar ook moet rekenen, er is nog niet echt heel veel tijd daarin geweest om het eigenlijk te verwerken. Dus dat is nog altijd wel een beetje in je hoofd van hoe moet dat eigenlijk allemaal verder. Ik heb natuurlijk heel goede vrienden leren kennen, waardoor ik nu eigenlijk wel zoiets heb van het gaat allemaal wel heel goed en dat voelt ook wel goed aan. Daar is totaal geen probleem mee, want ik voel me echt helemaal goed. Ik ben zelfs 5 kilo vermagerd, dus dat wil je kunt weten. Dus dat is eigenlijk allemaal wel helemaal positief. Het is alleen een beetje ja, moeilijk soms om te verwerken. En daarmee ga ik naar een extra therapeut daarvoor. Dus en dan gaan we ook spreken over alles en nog wat. Dus dat komt allemaal in orde. Ik heb trouwens een tekst gemaakt hier hieronder. En dat is eigenlijk zo. Ik zit namelijk bij het team van de Junior Smurf ben ik dus. En ik vond het wel leuk om een tekst te maken. Omdat we nu op TikTok smurfen hebben die komen voor zijn tegen pesten eigenlijk. Tegen haat en tegen racisme. En ik heb daar een liedje over gemaakt. Dus ik ga het even voor jullie zingen. 10.000 TikTok smurfen kleuren de hemel blauw. 10.000 TikTok smurfen zijn op weg naar jou. 10.000 TikTok smurfen kleuren de horizon. 10.000 jaren oorlog zonder dat ooit iemand won. Zijn we weer boos op elkaar? Weet je wat ik dan zeg? We spannen blauwe haartjes driedubbel dik voortaan. Zo stoppen we de haat. 10.000 TikTok smurfen kleuren de hemel blauw. 10.000 TikTok smurfen zijn op weg naar jou. 10.000 TikTok smurfen kleuren de hemel blauw. 10.000 jaren oorlog zonder dat tot iemand won. Voilà, dat heb ik dus opgenomen en dat ga ik ook nog wel eens apart op YouTube zetten. Maar ik vind dat wel leuk om te maken eigenlijk.
Trouwens, morgen komt trouwens een quiz. Er quizzen weer terug. Dus dat gaat ook heel leuk worden. Ook op TikTok trouwens gaan we dat lanceren. Dat ga ik vandaag op plaatsen daarop. Dus hopelijk wordt dit een beetje een leuke dag eigenlijk. Ik hoop dat jullie ook allemaal een beetje opgevrolijkt hebt eigenlijk. Ik heb vandaag ook mega Mindy geweest. Ik had het eventjes laten zien. En zelfs Mia Tobi. Ik doe dat eigenlijk. Veel mensen vragen me altijd bij dit en dat. Maar dat heeft helemaal niets meer te maken met heel veel dingen eigenlijk. Het is gewoon puur dat ik dat heel leuk vind eigenlijk. Leuk om dat te doen. Eigenlijk. Kijk. Ik ben een gewone meid, maar ben mega Mindy tijd. Niet dapper, ben ik stoer. En dat heb ik dus gedaan vandaag. Ik zie nu net dat ik dat... En dan heb ik ook nog een liedje gezongen. Waar komen jullie toch vandaan? Je hoort me. Dat is niet goed, ze horen mij niet. Dus dan moet ik dat eens opnieuw doen eigenlijk. Dus dan ga ik ook opnieuw de opgooien. Als je een leuke video doet, dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we...